NEC wil weten welke supporters er zondag verantwoordelijk waren voor de ongeregeldheden tijdens de derby tegen Vitesse. Hen wacht normaal gesproken het stadionverbod. NEC gaat aan de hand van camerabeelden en verklaringen proberen de gooiers van voorwerpen te achterhalen. Na alleen daarvan zullen de daders worden gestraft. De onderbreking van de wedstrijd duurde niet lang, maar zeer waarschijnlijk zal de aanklager betaald voetbal reden genoeg zien voor het starten van een vooronderzoek. Bij dit soort incidenten is dat stevast het geval. Dumitschov met de herhaling van een voorzet richting tweede paal. Komt Dumitsch! Dumitsch! Ja! 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 Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.